Daar staat de aanvoerder van AZ, Teun Koopmeiners. Twee keer trefzeker tegen PSV. U weet het, met 3-1 gewonnen door AZ die wedstrijd. En dus geen enkele reden voor Pascal Jansen om zijn basisopstelling te wijzigen. Bizot op doel, Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indy, Wijndal achterin. Mietje, Koopmeiners, Stenks en Gudmundsson, Boadu en Carlson. Scheidsrechter is Björn Kuipers. Geassisteerd door videoscheidsrechter Allard Lindhout. Bij ADO dus wel wat wijzigingen. Drie andere spelers in de basis tegen VVV. Een ander centrum dus met Kemper en Del Fabro. Koopmans en Van Ewijk mist allebei nog geen minuut. Famia Castillo links achterin. Raciu komt erbij op het middenveld. Daar staan ook nog Wijnovic en Gosens. Boeraar voorin erbij. En rechts voorin Vicente Besuijen. Het veld ligt er prachtig bij hier. Helemaal sneeuwvrij gemaakt. Dat verdient de complimenten. Mensen met bladblazers in de weer geweest. Is goed gecombineerd door ADO. Besuijen krijgt hem van Raciu. Die komt er overheen. Daar is ook Famia Castillo. Maar die voorzet eindigt in de handen van Bizot. Ja, dikke week geleden stond Famia Castillo nog op het trainingsveld bij AZ. Nu dus in Haagse dienst. Eigenlijk had ADO altijd minimaal 11 punten na 16 wedstrijden sinds 2006. Maar nu alleen Willem II en Emmen nog onder zich. Carlson. En Kemper maakt er een hoekschop van. Dus opletten geblazen voor de ploeg van Brood. Koopmeiners deed het natuurlijk tegen PSV op fabelachtige wijze. Nu de hoekschop van Carlson. Daar is Koopmeiners weer en dan is het bijna raak. Redding is goed van Koopmans. Maar dat was de kopbal van Teun Koopmeiners ook. Nogmaals, nu Martins Indy. Bal gespeeld, zo gebaard Kuipers door Van Ewijk. Ja, Van Ewijk raakt de bal niet. Martins Indy, Mietje. Lastige bal voor Martins Indy, maar dit is goed opgelost. Sugawara. En dat is een bal naar helemaal niemand. Misverstand. Maar Sugawara rekende op diepgaande mensen. Die waren er niet. Mietje. Stenks is ook hard ingespeeld. Kramer. Oh, dat is een bal met heel veel risico. En dat levert bijna een treffer op. Voor AZ. Via Gudmundsson. Die daar stond te loeren. Kijk, die heeft door dat Kramer die bal terug gaat koppen. Reageert snel. Alleen rond hij niet goed af. Van Ewijk. Dat is een aardige bal van Gosens naar Besuijen. Die ontsnapt aan de aandacht van de AZ-verdediging en schiet hem tegen Bizot aan. Uiteindelijk gaat de vlag wel omhoog. Maar dat was goed gespeeld door ADO. Goed gezien door Gosens. De loopactie van Besuijen. Het is, als het buitenspel is, echt net aan. Gudmundsson en die blijft op de been. Hoewel die wel gehinderd werd. Maar ook zijn tweede goede kans gaat er niet in. Scherpe bal. Prachtig verlengd door Boadu. Ja, dan doet Kemper eigenlijk net voldoende om Gudmundsson uit balans te brengen zonder een strafschop te krijgen. En is het lastig om hem dan nog tussen de palen te krijgen. Mietje. Ook een goede bal. In één keer klaargelegd voor Stenks. Door Carlson. Daar is Boadu. Prachtige aanval van AZ. En bijna met doelman en al binnengewerkt nu door Gudmundsson. En pijn bij Koopmans. Er is tempo voor nodig om er doorheen te voetballen bij ADO. Dat doet AZ hier. En dit is een overduidelijke overtreding van Gudmundsson. En dan knalt Koopmans met het achterhoofd tegen de paal.
Martin Zindi. Del Fabro. Een foutje en dat levert de bal op voor Wijndal. En daar is Boadu en dat had het toch moeten zijn. Maar bij Boadu lukt niet zoveel de laatste tijd. Ja, van heel dichtbij moet die toch op doel. En eigenlijk gewoon in het doel. Wijndal. Makkelijke prooi voor Wijnovic. En dan het schot van Boeraar. Die alsnog de vrije trap meekrijgt. Vanwege Hens bij AZ. Ja, een snelle uitbraak of een spelervatting. Daar liggen waarschijnlijk de mogelijkheden vandaag voor ADO. Dat zich toch behoorlijk kranig heeft geweerd. Wel wat kansen heeft weggegeven. Maar hier zelf gevaarlijk kan worden. Als Kemper de bal raakt, had hij dat niet gedaan. Dan had Boeraar hem misschien wel binnen kunnen werken. Had niet uitgemaakt, want dan was het buitenspel geweest. De beste kansen zijn echt wel voor AZ geweest de eerste helft. Maar het scorebord geeft nog altijd 0-0 aan. En zo lang duurt die eerste helft niet meer. Komt wel een hoekschop voor AZ. Martin Zindi. Stenks. Goedmundsson. Ah, dat is een mooi balletje naar Stenks. En korte hoek, Koopmans. Hier heeft hij een beetje geluk, Goedmundsson. Maar dit is een heerlijk balletje naar Stenks. Boadu bij de tweede paal. Ja, weer is de hoek lastig voor Stenks. Goedmundsson. Karlsson bij de tweede paal. Lastige bal. En hij krijgt hem nog richting het doel. Maar wel over de achterlijn geweest. Wijnovic. Van Ewijk. Strakke bal van Wijnovic. Kemper met de voorzet. Kramer in tweede instantie. Besuijen. Gozens. En daar Martin Zindi die je mist. En Kramer die het doet voor ADO. Het moment van ADO. Het moment van Michiel Kramer. En de lach op het gezicht. Martin Zindi op de hak. Wijndal die hem ja, zo voor de voeten glijdt van Kramer. Staat hij toch weer op de goede plek. En scoort hij weer. Reinders, Abouglal. Evjen en Letchert staan klaar om binnen de lijnen te komen. Martin Zindi gaat naar de kant. Hatsidiakos, Goedmundsson en ook Jesper Karlsson. Letchert en Boadu. Maar weer niet voor hem. En ook dit is toch best een aardige kopkans. Mislukt de bal, maar daar is Abouglal en dan is het toch gelijk. Blijft de vlag naar beneden. En komt er bij de treffer van AZ ook het nodige geluk kijken. Maar zit hij er wel een keer in voor de thuisploeg. Via invaller Abouglal. Tijani Reinders en Koopmans met een hand. Dat hij niet helemaal zeker wist waar die bal zou eindigen. En dus Mietje met de hoekschop. Een minuut of 20 nog. Scherpe bal en Koopmans moet weer ingrijpen. Omdat die corner van Mietje er bijna in één keer invliegt. Andermaal Mietje. En bij de tweede paal was Reinders. Die dacht hem al binnen te kunnen schieten.
Denks. En Boadu, mooi in één keer meegenomen. Boadu en de paal. En Sugawara nog met de voorzet. Ja, die eindigt bij Boadu, maar wel nadat hij over de achterlijn is geweest. Mooie paas van Stenks. In één keer in de loop meegenomen door Myron Boadu. Geplaatst in de verre hoek. Reinders. Wijndal. En Koopmeiners. Evjen. Draait weg bij de Boer. Probeert het van afstand, maar... Ruim naast die bal. Praten, zegt Brood. Wijndal. Mietje. En verlengd door Boadu. Daar is Abouklo. En daar is het raak. Zakaria Abouklo met zijn tweede. En de overwinning voor AZ toch nog. De voorzet van Mietje verlengd door Boadu. En dan via de billen van Del Fabbro valt de bal voor de voeten van Abouglo. AZ trekt hem over de streep. Tot grote opluchting, ongetwijfeld, van Pascal Jans en iedereen bij de Alkmaarders. Dankzij de man die daar geknuffeld wordt, Zakaria Abouglo. Twee treffers van hem zorgden voor de ommekeer in een wedstrijd waarin AZ het ongelooflijk lastig had. Met ADO Den Haag.